vindt u van de titel van Recht op boeken? Allee, wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat goed, omdat er toch nog altijd mensen zijn die niet van thuis uit niet gemakkelijk boeken kunnen kopen of daar geen centen voor hebben. En daarom is de bibliotheek natuurlijk aan goed, dat iedereen daar toch aan zijn boeken heeft. Oké, dank u wel. Dank u wel. Welkom in deze mooie kamer van Broekse tuinhuis, stadhuis. Mooi plafond, mooi schilderij, kijk, mooi schilderij, mooi gordijn, mooi vloer, mooie mensen, mooie kindjes, mooie papa's, mooie mama's. Oh, mama's. Wij vijf broers zijn. Vijf broers. Snor één speelt op één bindje. Snor één. Was. Ik ook snor. Ik ook snaren. Binnenkant. Hier twee snaren. Ik voor O vertalen. Ik vertel een verhaal over Brugge. Brugge lang geleden. Toen zee hier in Brugge. Brugge rake stad. Uw rake stad. Vele chique mensen. Zie weg. Brugge niet meer rek. Ik had hier ook voor de workshop van An De Loof. Waar dan volgende kleurtjes pakken maar naar. En we moeten allemaal wel. Laat geen kindjes door die op hun t-shirt willen gaan drukken. Net met het kleur. Ja, doe maar nog een keer nu. Laten we nu nog een keer op doen. Ja. Wow. Ik heb al lang genoeg binnen. Hebben jullie zelf die boontjes gemaakt? Nee. Nee? Heb je dat zelf uitgeknipt? Ja. Ja, knippen was een beetje moeilijk soms. Hebben jullie eerst naar een verhaaltje geluisterd? Ja, en ze moeten dat verhaaltje en hebben jullie dan welke titel staat op jouw t-shirt? Recht op een varken. Of wat is dat beestje? Een koe of een varken? Een paardje. Het is recht op paarden. En reed je paard? Ja, wow. En ik zit in dezelfde manege ook op dat paardje. Ook op dat paardje, oh. En reed je ook paard? Heb je ook recht op paarden? Ja. In dezelfde manege. Ja. Hallo, wij zijn van de Vliegende Reporters en wij zouden jullie graag interviewen. Is het jullie eerste project dat jullie samen hebben gewerkt? Of? Nee, we hebben al twee boeken gemaakt. Samen, hè, want mijn zus die heeft al heel veel boeken. En wat is jullie lievelingskinderboek dat jullie hebben geschreven of getekend? Ah, voor ons. Dat we zelf hebben gemaakt. Van ons eigen boeken. Ah, de Heksenboeken natuurlijk. En Belladonna, hè, de Belladonna boeken. Die hebben we samen gemaakt en dat is natuurlijk... En hoe kom je aan de ideeën van de illustraties? Van illustraties? Ja. Dat is fantasie, dat zit in mijn hoofd. Ja. En, ik zie natuurlijk soms andere dingen die mij daar dan ik kan gebruiken. Als ik een mooie tuin zie of een mooi bos of mooie planten, dan gebruik ik die ook in mijn teken. Hoe schrijf jij? Schrijf je ook kinderboeken of kinderboeken? Alleen kinderboeken. Oké, dank u wel. Weten jullie waarover het gaat? Ja? Belladonna leert vliegen. Ja, je hebt het al gelezen zeker. En weet je wat Belladonna is? Belladonna is een heks. En heksen zijn soms een beetje boos. Maar Belladonna is niet boos, ze is een heel lieve heks. Maar ver van hier, diep in het grote manenwoud, ligt een dorp waar nooit mensen komen. De dieren uit het woud sluipen wel eens tot aan de rand van het woud, van het dorp. En dan verstoppen ze zich in de bomen en struiken. Ze schrikken van rare geluiden en lachen mee met het vrolijke gekibbel. Soms worden ze verrast door vreemde gebeurtenissen, want diep in het grote manenwoud ligt Heksenhoven.